Welkom, het is fijn om hier te zijn. Ook welkom aan de wijsneus die doorheeft dat hij op welk voor netwerk hij precies zit. Volgens mij is iemand onlangs in Stockholm geweest. En even kijken hoor, in Noorwegen is iemand geweest. Ik vraag me wel een beetje af, Brit, waar ben je? Volgens mij werk je of woon je in Den Haag? Zou dat kunnen? Gemeente Den Haag, toevallig ooit ingelogd. Ja, dat zie ik terug. Even kijken, Shiki. Shiki, is wie Shiki? Onlangs met de Thalys geweest. Sophia. Sophia in de zaal. Met een Z. Niemand. Annemieke. Gaat ons naar de bioscoop. Dat is ingelogd op het Pathé-netwerk, denk ik. Ja, hij staat in mijn computer. Gerard Eikhoff. Gerard Eikhoff houdt van de McDonald's, zie ik. Er zijn er wel meer trouwens, hoor. Julia houdt ook van de McDonald's. Die zit daar ook nog wel eens een hamburgertje weg te eten, zie ik. Thomas is in de zaal. Hoi Thomas, leuk dat je er bent. Ik ga wat vertellen over wat je verkeerd hebt gedaan. ik zie dat iemand volgens mij in Huizen Opstand woont. Ik weet niet of dat kan, hoor, maar het zou kunnen. Of bij Theater Hotel de Orangerie is geweest. Onlangs, misschien. Je hoeft het niet te zeggen, hoor. Op een netwerk saté-stokje heeft ingelogd ooit. Ook wel heel raar. Bij Le Basilique. Bij Hotel Suez. Iemand geweest. Misschien. Even kijken hoor. Bij de receptie Berendonk. Misschien werkt. Berendonk. Ik weet niet wat het is. Nou ja, jullie begrijpen het wel. Je verraadt nogal veel van jezelf door simpelweg aanwezig te zijn. Ik zal er zo wat meer over vertellen. Nou, mijn naam is Dimitri Tokmetsis. Ik ben datajournalist. Tenminste, dat is mijn officiële titel bij De Correspondent. We zijn een online platform dat geheel betaald wordt door leden, niet door advertenties. €60 per jaar kun je lid worden. En dan kan je alles lezen en dan kun je ook reageren op de stukken. Maar sowieso verspreiden onze stukken vaak gratis. Ik ga vandaag wat vertellen over de onmogelijkheid om geheimen te bewaren in deze tijd. Je bent er net al een beetje achter gekomen hoe dat kan werken. En de discussie is een belangrijke. De discussie die nu namelijk wordt gevoerd, en onlangs even in alle hevigheid wil losbarsten, was hier over in hoeverre opsporingsdiensten en veiligheidsdiensten bij onze inhoudelijke gegevens moeten kunnen komen. De FBI, de directeur van de FBI, Comey, zei onlangs voor het congres, zei hij, het licht gaat uit. We are going dark. Na de Snowden-onthullingen is er een backlash gekomen van de technologie-sector. Google was bijvoorbeeld nogal kwaad over dat ze werden afgeluisterd door de NSA. Terwijl Google al informatie aan de NSA via de voordeur leverde, bleek de NSA ook het dataverkeer tussen de datacenters af te tappen. Er is een enorme backlash geweest door de Snowden-onthullingen. En Google en andere grote technologiebedrijven hebben toen besloten om hun diensten beter te beveiligen. Bijvoorbeeld door end-to-end encryption aan te bieden voor e-mailverkeer. WhatsApp, hè, sinds kort is het ook helemaal end-to-end encrypted. En veel opsporingsdiensten zijn bang dat ze niet meer bij de inhoud van de informatie kunnen. Laatst was er een groot gevecht tussen Apple en de FBI. Apple wilde niet de telefoon van een terrorist daarvoor software schrijven om die telefoon open te kunnen breken. Voor de FBI. Want Apple redeneerde, als zij dat doen, dan kunnen ze dat bij miljoenen telefoons gaan doen straks. En dat is niet de bedoeling. Wij willen geen achterdeur inbouwen in onze eigen technologie. Of onze eigen technologie niet opzettelijk verzwakken. Deze strijd tussen opsporingsdiensten enerzijds en technologiebedrijven en activisten anderzijds, die wordt wel de cryptooorlog genoemd. En die cryptooorlog is niet nieuw. Die speelt eigenlijk al sinds de jaren 70, als je echt lang teruggaat. Die werd even heel hevig in het begin jaren 90, toen het internet begon op te komen. En toen kwam men erachter van, nou ja, als we ook betalingen over internet gaan versturen, dan moet dat wel beveiligd worden. En toen waren de inlichtingdiensten, de FBI en dergelijke, waren al bang dat ze het zicht op het internet, de inhoud van de communicatie zouden verliezen. En die hebben een tijd geprobeerd om de export van cryptografische producten en diensten te voorkomen. Nou, dat is uiteindelijk niet gelukt en het internet heeft kunnen bloeien en is, nou, ik ga niet zeggen dat het veilig is geworden, want dat is absoluut niet het geval, maar het is wel een stuk veiliger dan het anders wel zou zijn geweest. Na de Snowden-onthullingen kwam weer een nieuwe fase in deze crypto-oorlog. Maar ik wil vandaag betogen dat die crypto-oorlog heel belangrijk is, dat die wordt uitgevochten. Maar er is nog een veel groter probleem. Dat zijn namelijk onze metadata. De crypto-oorlog gaat vooral over de inhoud van onze communicatie. Is het mogelijk om die inhoud af te schermen voor mensen die het niet aangaat?
Net zoals een brief, in Nederland een briefgeheim hebt, je mag niet zomaar een brief openmaken, moet je zomaar een e-mail kunnen openmaken. Het probleem zit alleen in metadata, denk ik. En dat is een probleem dat we vrij weinig nog voor het voetlicht brengen. Metadata zijn, zoals jullie ongetwijfeld weten, data die gegenereerd worden door technologie. Iedere keer dat wij technologie gebruiken die bijvoorbeeld met internet is aangesloten, worden daar gebruiksgegevens van gemaakt. Die zijn gewoon nodig. Als ik een e-mail stuur, dus de inhoud is gewoon de inhoud. Maar de computers moeten weten waar mijn mail naartoe moet. En die moet daarvoor allerlei dingen loggen. En daar kun je interessante dingen mee doen. En wat is dan precies het probleem met die metadata? Zoals ik al zei, alle met internet verbonden technologie produceert metadata. Er zijn gewoon heel veel metadata. Het is een explosie geweest van metadata. En zelfs de meest kleine dingen kunnen al inzicht bieden in jouw leven. En wat je allemaal doet. En kunnen iets zeggen over je gedrag. Wat je hier ziet is een klein plotje. Dat heeft een onderzoeker laatst gemaakt. Die heeft gekeken naar Facebook. Je kan bij Facebook kun je zien wie er van je vrienden online is bijvoorbeeld. Dat hebben heel veel diensten tegenwoordig. Als je Slack gebruikt bijvoorbeeld kun je ook zien wie is er online. Met wie kan ik nu even chatten. Die informatie is nooit bedoeld geweest om op grote schaal te verzamelen. Maar deze slimme onderzoeker heeft gewoon een hele simpele scraper geschreven. En die informatie gewoon heel vaak opgevraagd. En door het zo vaak op te vragen, begin je patronen te zien. Dus hij van zijn hele vriendennetwerk heeft hij de leefpatronen proberen in kaart te brengen. Wanneer ze naar bed gaan, wanneer ze weer opstaan bijvoorbeeld. Wanneer ze gewoon beschikbaar zijn. Nou, dat is nog een vrij onschuldige manier, maar je toont wel aan dat als je dit soort technische gegevens in een hele andere context gebruikt, dat je in één keer bepaalde inzichten krijgt die je anders nooit had gehad. Metadata geven een incompleet, maar gedetailleerd beeld van jouw gedrag. We deden, denk 2 jaar geleden inmiddels alweer, bijna 3 jaar geleden hebben we een experimentje gedaan. We werden benaderd door Ton Sietsma en die wilde een weekje van zijn metadata aan ons geven. En de reden was simpel, er was op dat moment een enorme discussie in Amerika, maar ook in Nederland, over de Snowden-onthullingen. En wat werd gezegd door bijvoorbeeld de NSA, maar ook door allerlei politici, waaronder Obama, die zeiden, wij luisteren niet naar, of we kijken niet naar de inhoud van mails en we luisteren geen telefoongesprekken af. Het gaat alleen maar om metadata, daar kun je niet zoveel doen. We kijken naar de enveloppen, niet naar de inhoud. En Plasterk, de verantwoordelijke minister voor de Algemene Veiligheidsdienst in Nederland, de AIVD, die zei precies hetzelfde. Die zei ook, ja, maak je nou niet zo druk, het gaat alleen maar om metadata. Nou, dat wilden wij wel eens even op de proef gaan stellen. Van, wat kun je dan met die metadata doen? Dus we hebben Ton gevraagd om een weekje lang zijn metadata bij te houden. Dat heeft hij met verschillende appjes gedaan. Bijvoorbeeld als je telefoon, die moet contact maken geregeld met een telefoonmast. Anders weet je niet waar je te bereiken bent. Die gegevens worden gelogd op je telefoon. Dus met een appje hebben we dat vrij makkelijk af kunnen halen. We hebben gekeken naar de metadata van zijn e-mail. Dus niet naar de inhoud van zijn e-mail, maar wanneer heeft hij gemaild, naar wie heeft hij gemaild, de afzender en de ontvanger. En wat was het onderwerp van de mail? Het onderwerp is ook de metadata. We hebben gekeken naar zijn telefoongesprekken, wanneer heeft hij getelefoneerd en naar welk nummer. We hadden afgesproken, we gaan geen nummers controleren. We gaan niet kijken wie er achter zo'n nummer zit of achter een mailadres zit. En we kregen wat zijn WhatsApps. Dus hoe vaak heeft hij gewhatsappt, naar welk nummer. En we kregen op een gegeven moment zijn browsergeschiedenis. Dus gewoon de URL's waar hij is geweest. We hebben gekeken, wat kun je daar nou van leren? Het was maar van 1 weekje dat er eigenlijk heel weinig data zijn. Google heeft jaren data over jou. We dachten 1 weekje, we gaan kijken wat we met verschillende analysemethodes kunnen vinden. Nou, het eerste wat we konden doen is zijn leefpatroon in kaart brengen. We konden van minuut tot minuut konden zien waar die was. We konden ook, als ze dat combineerden, als op timestamp combineerden, konden we ook zien, nou, toen heeft hij die gebeld, toen heeft hij een mail gestuurd, toen heeft hij die en die sites bezocht. Dus op die manier kun je van 1 week lang kun je heel intensief in kaart brengen wat iemand heeft gedaan. Het aardige is van zijn browsergeschiedenis bijvoorbeeld, kun je heel goed zien waar is hij mee bezig, wat houdt hem bezig. En we konden zien dat hij bijvoorbeeld naar christelijke filosofie aan het zoeken was. Dus naar bepaalde christelijke filosofen. Waaruit wij weer zouden kunnen afleiden, als we dat heel simpel analyseren. Misschien is hij wel christen. Dat zou zomaar kunnen. Dus die koude data, die leggen iets gevoeligs bloot. Een gevoelig gegeven bloot. We konden zien dat hij naar een snuggie zocht bijvoorbeeld. Is dat voor hemzelf? Is dat voor een ander?
We zagen dat hij heel veel naar nu.nl/achterklap ging. Dus blijkbaar was het ook niet zo'n enorme intellectueel. Wat het overigens wel is hoor. Dus, maar om dat soort dingen kun je eruit halen. Maar wat ik zelf het aardigste vond was zijn communicatiedata. Wat we hebben gedaan is gewoon gekeken met wie communiceert hij. Dus zowel via app, of via mail en via telefoon. Dus je weet met wie die communiceert, kun je ook een sociaal netwerk in kaart gaan brengen. Je kan zien wie zijn vrienden zijn. Hoe ziet dat netwerk eruit? De topologie van zo'n netwerk, dus hoe zo'n netwerk eruit ziet, met de nodes en de verbindingen ertussen, dat zegt al iets over groepen, hoe groepen functioneren, wat voor positie iemand in een groep teweeg brengt. We konden bijvoorbeeld zien wie zijn oude vrienden waren, zijn studievrienden. Die gebruikten weer een apart mailadres, wat een paar mensen gebruikten en we zagen onderling veel groepsmails erin terugkomen. En samen met de onderwerpbalkje konden we bijvoorbeeld wel zien waar het over ging. We zagen zijn werksfeer, want dat gebruikte weer een ander mailadres. En we zagen nog een oud e-mailadres waar alle troepel binnenkwam, bijvoorbeeld. Maar we konden op die manier zijn hele sociale leven in kaart brengen. En ook bijvoorbeeld zien wie zijn vriendin was. Nou, dat was. Aan de andere kant was dat ook niet zo moeilijk, want dat was degene met wie die 100 WhatsAppjes per dag wisselde. Dus dat was ofwel zijn vriendin, of hij was heel slecht in vreemdgaan. Dat kan natuurlijk ook. Maar om maar aan te geven, door dat soort informatie op een handige manier bij elkaar te brengen, en daar social network analysis op los te laten, wat Facebook en Google en al dat soort bedrijven continu doen, kun je al heel veel zien in hoe iemands leven in elkaar zit. En je gebruikt er helemaal geen inhoudelijke data voor. Je gebruikt gewoon gewoon dat soort technische metadata. Wat ook wel aardig was, we hebben ook als accountant en dergelijke kunnen overnemen, om toch even weer een stukje cybersecurity erin te brengen. Want zijn e-mailadres, ja, we hadden zijn e-mailadres natuurlijk. En een paar jaar geleden is er een enorme hack geweest bij Adobe. Zoals jullie misschien weten, met 200 miljoen adressen geloof ik. En de passwords die daarin staan, die zijn gehashed, maar die zijn niet goed gehashed. Dus er zit een bepaald patroon zit daarin. Dus wat we gewoon hebben gekeken, naar hij kwam er ook in voor. Wat is de hash van zijn password? We hebben de andere hashes gezocht die daarop lijken, of die hetzelfde waren. Het bleek dat er meerdere mensen in die database blijkbaar dezelfde password hadden. En anderen in die database hadden de password hints bij zitten. Dus we konden het vrij snel raden. En dus weten wat zijn password was. En had het nooit veranderd. En het bleek dus dat hij het allemaal niet zo heel goed technisch had gedaan. Dus ze konden zijn Twitter overnemen, ze konden zijn Facebook overnemen en dat soort dingen. Dus zo verbonden is alles al met elkaar. Er gebeurt iets geks. Oh, ja, precies. Een derde probleem, denk ik, is dat er een onweerstaanbare prikkel is om deze data te gebruiken. Bedrijven zijn er dol op dit soort metadata. Er is namelijk best wel iets vreemds aan de hand. Vodafone is gewoon een telefonieprovider. Vodafone heeft een hele belangrijke rol als jij daar een abonnement hebt in jouw leven. Al jouw data gaat dan via Vodafone. Dus als ik hier door de stad loop, ik zit bij een service die wat weer een dochteronderneming is bij Vodafone. Als ik door de stad loop, dan gaat alles wat ik doe gaat via Vodafone. Maar Vodafone verkoopt deze data ook door. Die verkoopt bijvoorbeeld aan overheden. Stel, er is ergens een groot evenement. En dan laten ze gewoon weten hoe druk het bijvoorbeeld is. Nou, dat is allemaal geanonimiseerde data, maar dan kijken ze gewoon van hoeveel van onze klanten lopen in dit bepaald gebied. En past dat allemaal nog in zo'n gebied? Het zijn allemaal bedrijfjes die daar dienst omheen hebben ontwikkeld. Wat je bijvoorbeeld in Amerika ziet, en dat ga je waarschijnlijk in Europa ook op een gegeven moment wel krijgen, zo gaat het meestal, is dat heel veel van die internet service providers, maar ook telefonie providers, die data gaan minen, gaan kijken naar jouw internetverkeer, bijvoorbeeld door middel van deep packet inspection, om vervolgens adverteerders de toegang toe te geven. Dat betekent niet dat de adverteerders die informatie krijgen, maar die kunnen dan bijvoorbeeld via de kanalen van zo'n service provider kunnen ze advertenties gaan aanbieden. Vorig jaar zagen we dat ook in Nederland even, toen de banken bijvoorbeeld, de ING kwam in opspraak, omdat de ING wilde de betaalinformatie die zij hebben ook aanwenden om mensen advertenties te laten bieden. Dus om adverteerders daar inzage in te geven en op die manier extra geld te verdienen. Want die banken beseffen ook, we zitten hier op een goudmijn. Want
waar jij je geld aan uitgeeft en hoeveel geld je aan uitgeeft, dat is zeer, zeer gewilde informatie in marketingkringen. Het is natuurlijk ontzettend interessant om te zien waar je geld naartoe gaat en of je een huisdier hebt en hoeveel je daaraan besteedt en waar je dat besteedt, want dan kun je als concurrent misschien weer tussenkomen. Dus je ziet dat, omdat het allemaal min of meer technische informatie zijn, dat grote bedrijven vaak ook geneigd zijn om dan maar dit soort informatie voor andere doeleinden aan te wenden, om daar toch geld uit te halen, want die informatie zijn gewoon geld waard. Het probleem is alleen dat waarborgen die we hebben opgeworpen, technische waarborgen, maar vooral juridische waarborgen, niet bestand zijn tegen de combinatie van meerdere databronnen. Als je uit verschillende bronnen informatie bij elkaar gaat brengen, krijg je een hele nieuwe dynamiek. Een aardig voorbeeld van vond ik dit. In 2013 was er een meneer die wilde graag inzage hebben in alle taxiritten in New York City. Het zijn natuurlijk miljoenen geweest, over één jaar. Een grote stad. Maar in Amerika zijn dit soort dingen openbaar. Dus hij kreeg een enorme bestand aangeleverd, met daarin de taxichauffeur, was gehashed, zijn naam, de rit van waar naar waar, dat stond er nog wel in. En het bedrag wat hij geloof ik had gekregen, volgens mij was dat ook gehashed. Weet ik niet helemaal zeker, pin me niet vast. Maar hij kreeg dus het enorme bestand van waar alle taxiritten, hoe al die taxiritten eruit hadden gezien. En een van de eerste dingen die hij deed was kijken of het allemaal goed gehashed was. Nou, bleek niet, het bleek onkeerbaar te zijn, dus hij kon uiteindelijk gewoon dat omschakelen, die hash naar gewoon weer persoonsnamen. Dus ik kon van iedere taxichauffeur zien hoeveel die had gereden, en wat hij had verdiend en wat hij aan fooien had gekregen bijvoorbeeld. Nou, dat is al een privacyprobleem, heb je daar al te pakken. Maar een andere techneut, die was nog slimmer, die dacht ik ga eens kijken of ik in andere bronnen informatie kan vinden over wie misschien in een van die ritten heeft gedaan. Dus hij is naar een website met foto's van bekende acteurs, zoals Bradley Cooper en Jessica Alba gegaan. En blijkbaar zijn er roddelsites die dan foto's maken van dit soort sterren, terwijl ze zich door de stad bewegen. En er staan ook foto's bij van taxis, wanneer ze in een taxi stappen. En vervolgens heeft die meneer gekeken naar de metadata in die foto's. Soms wordt er namelijk de locatie en het tijdstip wordt meegezonden in zijn foto, en wordt dan niet verwijderd. Dus die staan nog steeds in die foto's. Dus op die manier kon hij die betreffende taxi kon die koppelen aan die foto. Dus kon hij ook zien van waar naar waar zijn ze geweest. En hoeveel fooi hebben ze betaald. Dus op een gegeven moment, dat was dan het verhaal, want dat was het sappige. Van nou ja, deze twee sterren die betalen helemaal geen fooi, terwijl ze natuurlijk miljoenen verdienen. Maar door dat soort dingen slim te combineren, kun je dus blijkbaar tot hele nieuwe inzichten komen. En dan is dit nog een vrij onschuldig dingetje, denk ik. Maar het toont wel aan dat je zoveel informatie lekt op allerlei plekken. Als je dat op een handige manier weet te combineren, kun je daar verrassende dingen mee doen. Een ander probleem is dat metadata onthullen ook onbedoeld heel gevoelige data. Je hebt verschillende dating apps. Hè? Je hebt Tinder, je hebt Grindr. Tinder is, begrijp ik van mijn jongere collega's, niet meer zo populair inmiddels, maar nog steeds veel mensen gebruiken het. Grindr wordt vooral gebruikt voor homoseksuele mannen. Doorgaans om te kijken of ze ergens een seksdate of iets anders kunnen regelen. En een van de dingen die apps doen is kijken wie is er in de buurt. Dus er is een API gebouwd en de app kan die API bevragen. En dan krijg je de locatie van wie is waar in de buurt. En die locatie wordt niet precies gegeven, maar die wordt bijvoorbeeld in een bepaalde afstand wordt gemeten. Iemand is een kilometer van je in de buurt of zo. Of in een bepaalde straal is die in de buurt. Nou, dat hebben een paar slimme hackers nou gedaan Die API was gewoon niet goed beveiligd. Dus die kon je gewoon gebruiken, daar kon je een account van aanmaken. Je werd gewoon continu bevraagd. Dus wat ze gingen doen, er zat geen rem op het aantal bevragingen wat je kon doen. Dus ze hadden een soort app nagebouwd. Gingen ze gewoon continu aan Grindr vragen, waar zijn mijn vrienden, waar zijn mijn vrienden, waar zijn mijn vrienden, waar zijn mijn vrienden. Achter elkaar door. En als je dat maar lang genoeg doet, dan zie je de patronen waar mensen zijn. Maar dan zie je ook waar ze wonen op een gegeven moment, waar ze heel lang verblijven. Bijvoorbeeld als ze een telefoon gewoon aanlaten, wat de meeste mensen natuurlijk doen. Dus op een gegeven moment konden ze gewoon een hele database bouwen van waar die homoseksuele mannen wonen. Nou, dat is natuurlijk al best wel problematisch. Het is geen informatie die je op straat wil hebben liggen. Maar in sommige landen is dat gewoon ronduit gevaarlijk. Dus op die manier kan een gevoelig gegeven, kan door een heel simpel technisch dingetje, eigenlijk gewoon een foutje, kunnen toch op straat komen te liggen. Toen in Rusland word je gewoon gearresteerd als je niet even uitkijkt, in elkaar geslagen, als bekend wordt dat je homo bent. Dus ja, de Russische geheime dienst of een of andere neonazistische knokploeg kan dit ook gewoon doen en uitvoeren. Tinder had precies hetzelfde probleem. Ik heb vorig jaar een keer met een hacker gesproken die had dan
Dat een combinatie ook gemaakt met Facebook profielen en dergelijke. En die heeft een, uiteindelijk op basis hiervan, van dit lek, heeft er echt niks hoeven hacken. Het is gewoon slim bevragen van de technologie. Heeft een kaart gemaakt van Amsterdam, waar alle oude mannen wonen die op jonge meiden vallen en zo. Ik bedoel, ja, het is niet erg, maar het is ook wel, ja, we voelen ook allemaal wel aan van dit is niet helemaal correct. Dit is niet helemaal de bedoeling. Het erg is misschien nog wel dat Grindr en Tinder weten dit en die doen er niks aan. Dus Grindr die heeft al geprobeerd om het lek te dichten. Ik las vorige week weer dat het nog steeds het lek bestaat. Dus ook hier zie je weer dat, dat het gaat gewoon om hele simpele, koude, technische informatie. Maar als je die op een bepaalde context gebruikt, dan kun je hele gevoelige dingen blootleggen. Een ander voorbeeld kwamen we tegen toen we, dat is echt een hele lastige, kwamen we tegen toen we onderzoek deden naar de datahandel in Nederland. Dus ik keek gewoon van, nou ja, je wordt zelf vaak ook gemaild met allerlei aanbiedingen zo. Hoe werkt die handel die erachter zit nou? En we kwamen een bedrijf tegen, dat heet NAW Plus. En die handelen in data van onder andere mensen met een christelijke levensovertuiging. En de handel, een e-mailadres zelf, is gewoon volstrekt legitiem. Het is irritant, maar het is legitiem. Het is niet verboden. Maar wat zij deden was, zij kochten die data bijvoorbeeld op van RevoWeb. Dat is een reformatorisch webforum. Of van de reformatorische dating sites. En ook van de christelijke camping bijvoorbeeld. Dus de data zelf, in dit geval metadata wel, die zijn niet gevoelig. Maar de bron is dat wel. En als je de bron weet, wat je in dit geval weet, wordt het gewoon een gevoelig gegeven die eigenlijk extra wettelijke bescherming biedt. Namelijk gegevens over je religie. Die mag je niet zomaar verhandelen. Terwijl dit gebeurt wel en er is niemand die daar ingrijpt. Het is ook waarschijnlijk ook omdat de praktijk zelf in principe prima lijkt. Het is heel moeilijk om het lekken van metadata te stoppen. Dat is ook een groot probleem, waar ik ook zelf wel eens tegenaan ben gelopen. Als ik de inhoud van documenten wil afschermen, dan kan ik dat doen. Dan kan ik gewoon versleutelen. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Als ik mijn e-mail wil versleutelen, is ook niet zo ingewikkeld. Ik gebruik gewoon PGP. Hoewel dat echt voor een meter werkt vaak, maar het werkt in principe. Met een beetje moeite kun je dat wel voor elkaar krijgen. Hè? Snowden is dat ook gelukt. Maar een van de dingen kon Snowden niet doen. Dat is zijn metadata verbergen. Ik denk dat dat wel een groot probleem is. Uiteindelijk, het internet werkt gewoon op IP-adressen. Zo simpel is het. Dus er is altijd ergens een spoor van hier naar daar. En om dat te verbergen is gewoon heel moeilijk. Als ik een mail stuur bijvoorbeeld en ik wil niet dat mensen weten dat ik die mail heb gestuurd, dat is nog best een aardige opgave om dat te doen. Ik heb het de laatste keer geprobeerd. Om te kijken, is nou mogelijk om echt anoniem te blijven. Dus echt geen enkel spoor na te laten. Nou, waar begeven we dan in? Je moet al een schone computer hebben, als het even kan. Je moet dan een mailadres hebben, wat nergens is geregistreerd. Of tenminste niet tot jou te herleiden is. Het probleem is vaak, als je een mailadres aanmaakt, moet je toch iets van contactgegevens geven. Je moet het toch valideren op de een of andere manier. Dat kan door middel van een telefoonnummer of een ander e-mailadres. Ja, wat je kan doen is een soort keten van mailadressen maken die elkaar naar elkaar verwijderen en op die manier het spoor moeilijk maken. Of wat ik heb gedaan, ik heb een burnerphone gekocht, dus zo'n wegwerptelefoontje met een simkaart gekocht. Wat je weer contant moet doen allemaal, want anders is het weer gekoppeld aan jouw bankrekening. Heb ik gekocht en uiteindelijk uit de buurt van mijn gewone telefoon de boel geactiveerd. Het e-mailadres geactiveerd, want anders zijn die twee telefoons weer met elkaar te verbinden. Het is allemaal moeilijk hoor, maar even theoretisch. Dat is een soort gedachteoefening. Ik heb het allemaal uitgevoerd trouwens, maar ben je dagen mee bezig om dat goed gedaan te krijgen. Prima, dan vervolgens ga je op een schone computer gebruik je Tor of je gebruikt Tails, allemaal van dat soort programma's die alles uitwissen. En ik heb precies 3 dagen volgehouden, omdat op een gegeven moment wilde ik mijn mail checken en ik was vergeten om via Tor te doen. Dus ik had het gewoon via mijn normale browser gedaan. Dus was het gekoppeld aan mijn IP-adres. Dus alles is in een keten weer te koppelen aan elkaar. Dus de hele operational security die je dan opbouwt, is gewoon weg. En soms is dat ook goed. Kijk, dit is eigenlijk gewoon een goed staaltje politiewerk wat ik ga laten zien. Je had in Australië had een meneer, die heette Shannon McCool. Die is vorig jaar gearresteerd, omdat hij een enorm pedonetwerk runde. Op het dark web. Dus er waren duizenden mannen, misschien ook vrouwen, actief. En de politie had het in de gaten van hier gebeurt heel veel. Er werd heel veel geüpload. Er was heel veel materiaal, nieuw materiaal ook, wat daar
rondgingen. Het was een groot netwerk, maar ze konden er niet achter komen wie die administrator was. Het was gewoon onmogelijk. Maar op een gegeven moment begon ze wel een patroon op te vallen. Ze zagen wel zijn communicatie op dat forum. En wat ze op begon te vallen was hoe hij zijn berichten afsloot. Dus zij sloot steeds af met hayas. In Australië is haya een normale groet van hi, hoe gaat het, een soort hoi. Hij zei hayas. Dus ze hadden het idee van, het zou wel eens in Australië kunnen zijn, maar het is een beetje gek. Dus nijvere rechercheurs toe gaan zoeken online. Gewoon gekeken, waar komt dat voor? Hayas, kan ik dat terugvinden? En dan vond er een aantal Facebook-pagina's waarin hij dat ook terugvond. En op een van die Facebook-pagina's zag hij een foto van deze auto staan. Met een kenteken dat daar wel te herkennen was, uiteraard. Dus die rechercheur dacht, ik ga dat toch eens even checken. Dus hij heeft het kenteken nagecheckt en is naar dat huis gegaan. En dat bleek dus die Shannon McCool te zijn uiteindelijk. En op die manier hebben ze hem gepakt. Dus je ziet maar, hoe, ook al heb je operational security zo goed op orde, uiteindelijk leidt het toch weer terug naar jou. Op een of andere manier. En zo zijn er veel meer van dat soort dingen die jou kunnen verraden. Dat is laatst ook een interessant onderzoek, ik geloof door MIT. Onderzoekers van MIT gedaan. Het ging over coding styles van programmeurs. Dat ze zelfs, als het al gecompiled was, dat ze nog konden herkennen tot een individuele programmeur erachter konden vinden. In 80% van de gevallen of zo, die ze hadden onderzocht. Een zinnig interessant onderzoek, maar dat soort stylometry noemen ze dat. Stylometrie. Door gewoon kijken naar de stijl hoe iemand schrijft, of de stijl in dit geval hoe iemand codet, daarmee kun je al mensen gaan identificeren en uniek herkennen. En daar begint het natuurlijk allemaal mee. En een van de problemen is ook de ontwerpers van systemen kunnen dit soort lekkage van metadata bijna niet voorkomen. Net als met cybersecurity, er zijn zoveel attack factors. Er zijn zoveel plekken waarin je dingen kunt lekken. Daar kun je gewoon geen rekening mee houden. Uber laatst, ik weet niet of ze het echt gedaan hebben, maar er werd over gesproken dat ze het zouden kunnen. Wat ze doen is, bij de apps kunnen ze bijvoorbeeld kijken naar je... ze hebben het in ieder geval uitgerekend, dat was het. Wat Uber kan doen is bij je telefoon kijken hoeveel batterij je nog hebt. Dus hoeveel power je nog hebt in je telefoon. En ze konden al uitrekenen dat als jij heel weinig power hebt, dat je veel meer bereid bent om te betalen. Ze werken met zogenoemde surge prices, dus als het druk is, dan gaan de prijzen omhoog. Dus wat ze kunnen doen, is gewoon kijken naar je batterij. En als die batterij laag is, gooi je gewoon die prijs omhoog. Dat zouden ze kunnen doen. Ja, daar hou je geen rekening mee als je zoiets ontwerpt. Als je een telefoon ontwerpt of zo. Hetzelfde met die batterijen ook. Ik geloof dat de Israëlische en Amerikaanse onderzoekers waren. Die konden ook je locatie bepalen. Ook bepalen welke route je gelopen had. Bijvoorbeeld door die batterij te meten met een app. Dat werkte dan zo, omdat je... moest op een voorafgestelde pad zijn geweest. Dus zij moesten dat pad ook al eens een keer hebben doorlopen. En allerlei dingen moeten uitmeten. Maar ze konden bijvoorbeeld zien dat als je wat verder van een bepaalde mast komt, dan heeft je batterij meer power nodig om contact te maken met die mast. Dus door dat soort dingen uit te rekenen, konden ze zien hoe je in een bepaalde manier was gegaan. Dus er zijn zoveel manieren. Het is maar even om aan te geven dat er zoveel manieren zijn om dit soort informatie boven tafel te halen. Dus mijn stelling is dat we die crypto-oorlog eigenlijk al lang verloren hebben. Het is een beetje een achterhoede gevecht. Als we dit probleem niet aanpakken. Ik zeg niet dat we het crypto-probleem niet moeten aanpakken, want dat blijft ongelooflijk belangrijk. Maar als we geen oog krijgen voor die metadata, dan zijn we eigenlijk nog steeds nergens. Dan heb je misschien niet de inhoud van de gegevens, maar dan heb je nog steeds wel inzicht in het gedrag van mensen. Nou, is het erg? Ik denk het wel. Ik schrijf zelf veel over privacy, want het is altijd moeilijk om uit te leggen waarom dat nou belangrijk is. En mensen zeggen al snel, ik heb niks te verbergen. Maar die notie van privacy, van iets te verbergen hebben, die volstaat niet meer. Ik denk dat het met privacy veel meer aan de hand is. Ik heb zelf al veel steun altijd gevonden in de ideeën van David Lyon, dat is een Canadese socioloog. En hij formuleert het als volgt. Hij zegt surveillance, dus het in de gaten houden van mensen. Dat kan om allerlei redenen zijn. Het gaat niet alleen om surveillance van terroristen, maar van iedereen, voor commerciële doeleinden, voor allerlei doeleinden. Dus het gebruik, het monitoren en het gebruiken van gegevens van mensen, of het nou waarnemingen zijn of data zijn, is eigenlijk social sorting. Het doel om mensen in de gaten te houden, om hun data te verzamelen, om die data te gebruiken, is om mensen te categoriseren.
Je wil de goede van de slechte onderscheiden. Bijvoorbeeld aan de grens wil je de goede mensen zo snel mogelijk laten doorgaan. En de slechte mensen tegenhouden en extra controleren. Maar hoe doe je dat? Daarvoor wordt heel veel data gebruikt. Dus er worden allemaal zoekopdrachten in allerlei databases gedaan. Er worden risicoprofielen opgebouwd. En dan heb je een hoog risicoprofiel, dan word je tegengehouden. Banken bijvoorbeeld, die willen de goede klanten van de slechte klanten onderscheiden. Aan wie moeten ze wel een lening geven en wie moeten ze niet geven? Ook daarvoor gebruiken ze veel data. Ook daarvoor proberen ze risico's in te schatten om de goede van de slechte klanten te onderscheiden. Zo zijn er allerlei domeinen in het leven waarin die selectie tussen goede en slechte terugziet. En surveillance, het vergaren van dit soort data, is daar, dat is eigenlijk het doel daarvan. We proberen daarmee risico's in kaart te brengen, toekomstig gedrag in kaart te brengen. Maar dat is geen kwestie meer van iets te verbergen hebben. Dat is niet het klassieke privacyprobleem wat we hebben. Daar komen veel grotere problemen uit voort. En een van die problemen is bijvoorbeeld solidariteit. Als je kijkt naar verzekeraars proberen ook risico's in te schatten van wat bijvoorbeeld iemand zou kosten aan zorgkosten. Je hebt in Nederland heb je promovendum bijvoorbeeld, die probeert vooral hoogopgeleide verzekeraars binnen te hengelen. Als je laagopgeleid bent mag je ook wel, maar dan proberen ze dat zoveel mogelijk tegen te houden. Waarom willen ze dat? Omdat hoogopgeleide minder geld kosten. Die zijn over het algemeen gezonder. Dus dat is een aantrekkelijker businessmodel om op die te richten. Die kennen jullie ongevast, zeker de studenten hier. Het zijn ook verzekeraars die zich op studenten richten of op jongeren richten. Ook omdat die gewoon weinig geld kosten. Dus je ziet dat verzekeraars steeds meer dit soort dingen proberen te gebruiken. Er zijn ook autoverzekeraars die bijvoorbeeld korting bieden als ze inzicht krijgen in je rijgedrag. Dan moet je een kastje in je auto stoppen. En als je gewoon netjes rijdt, dan betaal je een lagere premie. Want dan kost je ze waarschijnlijk minder geld uiteindelijk. Het probleem is alleen dit. Het hele idee van verzekeren is dat je de risico spreidt. Je brengt allemaal mensen bij elkaar en al die risico's stop je in een risicopool, noemen ze dat. En nou, de ene die kan iets slechts gebeuren, de andere gebeurt niks, maar je betaalt allemaal voor elkaar. Maar als je die premies gaat individualiseren, als je het risico gaat individualiseren, wat blijft er dan nog over van die solidariteit? Waarom zou ik mij nog verzekeren als ik uiteindelijk zoveel premie betaal, dat ik mijn eigen kosten daarmee min of meer draag? Ik doe dat nu al, ik heb geen tandartsverzekering meer bijvoorbeeld, omdat ik vind de premie gewoon veel te hoog, ik mankeer nooit wat. Dus waarom zou ik daarvoor gaan betalen? Terwijl het is niet voor mij bedoeld, het is misschien voor mijn buurman of buurvrouw bedoeld, die dat niet kan betalen. Dus zo ondermijn je dat systeem. Het gaat ook over discriminatie, met name aan de grens zie je dat. Wie mag er wel en wie mag er niet in? Wie bepaalt dat jij een hoog risico bent? En wat zijn de criteria daarvoor? Is een criterium bijvoorbeeld dat jij een halal maaltijd hebt besteld in een vliegtuig? Of is een criterium dat jij uit Pakistan komt? In feite is dat het wel geworden. Ik heb ooit eens een verhaal geschreven over een meneer die reisde naar Amerika. En die werd continu aangehouden. Die kwam eerst het vliegtuig in Nederland dan niet in. Die werd hier aangehouden door een Amerikaanse air marshal. Vervolgens in Amerika kwam die niet door de douane, werd hij daar ook weer ondervraagd. Wat bleek uiteindelijk? Hij had zijn telefoonprovider, Vodafone, of zijn internetprovider, sorry, Vodafone, die had een heel blok IP-adressen gekocht van een Jordaanse Jordaanse provider. Dat gebeurt soms wisselen ze dat uit. Maar de administratie was nog niet helemaal goed van bijgewerkt. Dus de Amerikanen dachten dus dat hij zijn boeking vanuit Jordanië had gedaan. Wat niet het geval was. Dus hij kreeg de hele tijd vragen, waarom heb je boeking uit Jordanië gedaan? Je zegt dat je nooit in Jordanië bent geweest, maar we zien dat jij je boeking daaruit hebt gedaan. En dat is verdacht. Dus hij werd telkens tegengehouden en kon niet gewoon normaal reizen. Zoals zijn reisrechten werden daarin min of meer geschonden. Maar dat is best wel gek als je beseft dat je hebt een paspoort, je bent een staatsburger. Het reisgedrag tussen Nederland en de Verenigde Staten is vastgelegd in verdragen. Maar het is zoiets stoms als een IP-adres bepaalt of je daar gebruik van kan maken van die rechten of niet. Dat is gewoon discriminatie. Verantwoording is ook een belangrijke. Het is heel belangrijk dat bedrijven, maar ook instanties die allerlei beslissingen over je nemen, daar verantwoording over af kunnen leggen. Dat ze transparant zijn in wat ze doen. Het probleem is natuurlijk als je heel veel zaken automatiseert, heel veel beslissingen automatiseert, zoals bijvoorbeeld aan de grens, kun je nog uitleggen hoe zo'n besluit tot stand is gekomen. Als ik een lening aanvraag bij de bank en ik krijg te horen, jij krijgt het niet. En dan ga je bellen van ja, waarom krijg ik dat niet? Dan zeg je, ja, de computer zegt het. Daar komt het vaak op neer. Zeker met machine learning, ja, vaak weten degenen die software hebben geschreven en maken, die weten vaak niet eens meer precies hoe zo'n machine aan allerlei verbanden komt en dergelijke.
Een aardig voorbeeld van zag je onlangs in Amerika. Daar heb je Amazon Prime. Dus dan is de same day delivery service. Dat betaal je flink voor. Dan moet je, geloof ik, $80 per maand of zo. Maar als je dan iets bij Amazon bestelt, krijg je dezelfde dag nog. En er waren steeds een aantal wijken die daarvan uitgesloten waren. Maar er waren altijd zwarte wijken. Dus er was één wijk in Baltimore, geloof ik. Alle wijken, er was één zwarte wijk in het midden. Er zijn allemaal blanke wijken eromheen. Al die blanke wijken, daar kon je Amazon Prime krijgen. Maar niet in die zwarte wijk. En er was geen kwade opzet van Amazon. Het was gewoon dat daar te weinig werd besteld, vonden ze. Maar in de praktijk werkt het wel weer zo. Dat de zwarte wijken daarvan de dupe zijn. Dus je kan je zeggen van ja, dat is eigenlijk geen verantwoordelijkheid van Amazon. Dat is gewoon een goede business decision. Dat kan. Maar als heel veel bedrijven op die manier gaan werken en dat niet goed kunnen uitleggen uiteindelijk, dan heb je wel een probleem als wijk. En het gaat over rechtvaardigheid. Ik bedoel, we laten zoveel data achter met elkaar. Allemaal, continu. Weet je wel zeker dat die data kloppen? Zijn die data een goede weerspiegeling van wie jij bent uiteindelijk? Stel, ik ben moslim en ik reis veel naar Pakistan en ik reis naar Amerika. De kans is vrij groot dat ik aangehouden word. Maar zegt mijn data, zegt mijn reisgedrag iets over wie ik ben, over mijn intenties die ik heb? Kan ik dat op een goede manier uitleggen aan mensen? Of heb ik de hele tijd met beambten te maken die gewoon een protocol afwerken? Of met machines te maken, poortjes, automatische poortjes op Schiphol bijvoorbeeld, die wel of niet opengaan? Dat zijn hele andere kwesties dan privacy kwesties. Het gaat gewoon om hoe je door het leven kan bewegen. En hoe je data daarin worden gebruikt, zijn daarin bepalend. Nou, we moeten daar nou aan doen, berusten of vechten. Nou, dat lijkt me een open deur. Ik denk zelf, er is net een belangrijke verordening aangenomen in Europa. Een nieuwe privacyverordening. Die gaat al een stuk verder. Maar we moeten ook beseffen dat die metadata veel beter beschermd moet worden, denk ik. De discussie gaat vaak over inhoudelijke gegevens. Hè. Mag je dingen weten over religie en dat soort dingen. Maar ook je technische gegevens kunnen dit soort dingen verraden. Dus die verdienen veel betere bescherming. Het gaat over dataminimalisatie. Kunnen we voorkomen dat er zoveel data weglekken uiteindelijk? Met name met je smartphone, wat natuurlijk gewoon een tracker is die je in je broekzak meedraagt. Kunnen we voorkomen dat bijvoorbeeld Uber zomaar je batterijstatus kan opvragen? Aan de ene kant hebben ze het nodig, aan de andere kant niet. Misschien moeten we toch scherper op toezien dat ze dit soort data vernietigen als het niet meer nodig is. Een besluit moet altijd uitlegbaar zijn. De WRR, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, heeft net een mooi rapport geschreven over big data. En die hebben ook al beschreven van, kijk, we hebben op zich het verzamelen van data redelijk goed geregeld. En het delen van data, waar mogen je data dan naartoe, hebben we ook redelijk goed geregeld. Maar wat we nog niet goed geregeld hebben, is de analysefase. Dus wat doe je nou precies met die data? Hoe kom je bijvoorbeeld tot een bepaald risicoprofiel? En kun je daar als burger tegenin, kun je daar inzage in krijgen, hoe dat is gegaan? Kun je controleren of het klopt? Kun je het eventueel veranderen als het niet klopt? Daar hebben we eigenlijk nog de wetgeving niet voor. Er zijn ook wat technische oplossingen, denk ik, om te voorkomen dat er zoveel data zich ophopen. Het internet is ooit bedacht als een mesh-netwerk. Dat was ooit het idee van in de jaren 60, ARPANET. Daarmee is het allemaal begonnen. Het idee was, als er een paar nuclear bombs op Amerika vallen, dan moeten er zoveel nodes en er worden bepaalde nodes weggeslagen. Dan moet er altijd genoeg overblijven dat het een ander pad kan kiezen. Maar wat je tegenwoordig ziet, is dat we eigenlijk weer naar een soort doorsnee-netwerken gaan. Hele hevig gecentraliseerde netwerken. Heel veel informatie van ons gaat via een paar partijen. Via Facebook, wat soms echt letterlijk het internet is in grote delen van de wereld. Hè. Facebook is het internet aan het uitrollen over de hele wereld. Gratis internet, zeggen ze dan. Maar het is gewoon Facebook met een paar sites die je nog kan bezoeken. Dus alles gaat via de servers van Facebook. Of via Google. Google is overal. Dat is de grootste kijker. Regelmatig worden van die webtracking onderzoeken gedaan. Om te kijken van hoe word je nou bepaalde sites gevolgd. En Google staat altijd bovenaan. Verre, die zit overal gewoon. Dus alles gaat via die netwerken. Dus, en alles gaat via de ISP's. Ja, het is bijna niet te voorkomen. Maar het zou goed zijn om meer na te denken over hoe kun je dat nou weer op een decentrale manier brengen, zodat niet al die data zich ergens ophopen. De controle aan de eindgebruiker, ook belangrijk. Dat zit eigenlijk al in het punt wat ik eerder noemde. Je moet wel weten wat er met je data gebeurt bijvoorbeeld. En misschien kun je ook meer dingen bijhouden, meer data bijhouden. Maar wat ik zelf wel een leuke vind is obfuscation. Dat is een relatief nieuw idee, in ieder geval binnen de privacywereld. Je kan er ook gebruik maken van de datahonger van dit soort partijen.
De obfuscation is een idee van Helen Nissenbaum, is een hele invloedrijke denker over privacy, filosoof. En Finn Brunton. Ze hebben er een heel aardig boekje over geschreven, kan ik van harte aanbevelen. Wat ze zeggen, bedrijven, overheden, et cetera, zijn altijd op zoek naar signaal in de ruis. Dus wat je kan doen, is gewoon de ruis vergroten. Dus verstop je gewoon. Ergens zit jij en verstop je gewoon in de dingen. En er zijn allerlei manieren voor om dat te doen. Dat wordt al eeuwenlang gedaan. Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, wat ze deden. Dan vlogen er allemaal bommenwerpers op en toen had je radar dat op begon te komen. Wat ze dan deden was chaff, noemen ze dat, een soort stalen papiertjes. Gooiden ze dan uit vliegtuigen en dan leek het alsof er overal vliegtuigen waren. Dus dan wisten de Duitsers niet waar ze moesten schieten bijvoorbeeld, waar ze nou precies moesten zoeken. Dat is een idee, maar dat kan je ook online doen. Het gebeurt in een slechte zin, in een onderdrukkende zin gebeurt het al met bepaalde Twitterbots. Bekend dat Kremlin bijvoorbeeld, maar ook de Mexicaanse overheid, die proberen, die gaan niet Twitter blokkeren of zo, of de kop indrukken. En wat ze doen is gewoon conversaties daar verstoren met allerlei Twitterbots, die dan heel erg gaan reageren op mensen die gewoon een serieus gesprek hebben over een bepaald gevoelig onderwerp. Daar deed hij tussen gaan, waardoor mensen dat gesprek niet meer kunnen houden. Maar je kan dat ook in voordeel gebruiken. Helen Nissenbaum, de filosoof, heeft bijvoorbeeld ook een plugin gemaakt, die heet Ad Nauseam. Als je die installeert, dan klikt hij op alle advertenties die hij tegenkomt op een pagina. Dus daarmee wordt jouw informatie is niks meer waard daardoor. Ik bedoel, en je drijft natuurlijk ook die advertentiebedrijven op kosten, wat ook wel leuk is om te doen. Maar dat kan je doen. Ze hebben ook Track Me Not gemaakt. Het is, die doet op de achtergrond, als jij een Google search doet, doen zij nog 20 andere Google searches bijvoorbeeld. En dan kun je zelf bepalen naar waar je zoekt, naar bommen of zo, of terroristen of dat soort dingen. Dus op die manier kun je dat gaan voorkomen. En het wordt ook wel eens gezegd een PJP, hè, als iedereen nou versleuteld mailt. Het is goed om te doen, ook gewoon met stomme dingen, dat degene mensen die het echt nodig hebben, dan gewoon minder opvallen. Nu valt het gewoon heel erg op als ik met mijn e-mail versleuteld, het wordt gewoon bijgehouden door de NSA, en dat gaat rechtstreeks een database in. Omdat zo weinig mensen het doen, maar als heel veel mensen het doen, dan hebben ze niks meer aan die informatie. Tenminste, het wordt gewoon een stuk lastiger. Maar het belangrijkste is misschien wel, we moeten het gewoon benoemen. Metadata lijken technisch, maar het zijn gewoon gedragsgegevens uiteindelijk. Dus ze zeggen iets over jou, over wie je bent en wat je doet. Dus ik denk dat er een hele andere manier van praten erover is, over dit soort informatie. En dat we dan ook op een hele andere manier gaan beschermen uiteindelijk. Tot slot, ik mag je nog een maandje gratis correspondent aanbieden. Er zit verder niks aan vast. We volgen jullie wel, sorry. Als je naar die URL gaat, CoreS Tokmetsis, en die code invoert, DTDC75, dan weet je meteen wanneer ik ben geboren. Dan kun je onze maand gratis lezen. En het loopt vanzelf af. Dus dan krijg je één keer een mailtje van, wil je het ook niet, eventjes. En daarna valt je niet meer lastig. Dat was het. Kun je nog vragen? APPLAUS